Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op het Kaukorps. Ja, vandaag spelen we Clash Royale. Laat er vast een like achter en ben je nog niet abonneerd op mijn kanaal, abonneer op mijn kanaal voor meer video's. Maar jongens, wij spelen weer Clash Royale. De video van gisteren was erg goed ontvangen. Ik hoop dat ik wat nieuwe kijkers heb. Dus kijk zeker op mijn kanaal voor meer Clash Royale video's. En het is gewoon heel erg leuk, abonneer. En ja, misschien haal je wel wat tips uit mijn gameplay. We zullen het allemaal vanzelf zien. Maar vandaag gaan wij de allerbeste legendary chest van Clan Wars openmaken. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop dat ik een legendary krijg. Ik had al wat screens gekregen van teamgenoten die wel al een legendary kregen. Dus ik hoop dat ik ook eentje krijg. Zit op mijn account. En we gaan hem openmaken. Er zat een haartje op het beeldscherm. Ik hoop zo erg dat ik of Xbox krijg of Miner. Xbox of een Miner. Dat zou zo chill zijn. We gaan kijken jongens. Daar gaan we. Spannend. Gold. Oké. 5 heal. 17 Megamin. Chiller rare. Rascals. Chill. Want dat is een van de enige comments die ik nog niet max heb. Testa bijvoorbeeld wel. Maar die is nu wel max stack full. Oké. Top. Royal Giant boeit me niks. 104 Dark Dobbs. Al waren dat 104 musketeers. Dan zou ik zo blij zijn. Legendary wel. Oké. Cornerbarrel gebruik ik niet, dus dat is wat minder. Ik hoop nu op een Miner. Of Graveyard, ook chill. Miner of Graveyard, nog chiller dan Graveyard, jongens. Nog eens helemaal top. 3-10, helemaal best. Ik had wel 104 rares. Zijn echt heel veel rares. Had ik daar gewoon een musketier voor gekregen, zou het helemaal top zijn. Want kijk, ik ben nu proberen dit deck te maxen. Wij gaan een potje spelen online. We gaan het niet al te lang maken. Dus is er een war? De war is bezig. Oh, we staan best wel dik voor. Ik kan even de warlog laten zien. Staat er een war waar we niet gewonnen hebben? Even kijken hoor. 36, 38. We zijn echt wel beter geworden. Ja, nee. Er staat hier niet eentje die we niet gewonnen hebben. Wij gaan in ieder geval online spelen met Hogwider 2.6 Cycle. Gaan we kijken of we potjes kunnen winnen. We komen tegen Turbo en Light School. En ja, we gaan gewoon even kijken hoe dit allemaal gaat verlopen. Ik twijfel nog steeds of ik Xbox moet spelen als ik een video ga maken of Hogwider. Ik weet nooit wat mensen leuker vinden. Hogwider of Xbox. Soms heb ik meer zin in Hogwider, soms heb ik meer zin in Xbox. Ligt er gewoon maar net aan. Ik dacht, weet je wat, ik doe nu gewoon even Hogwider Cycle. Ik probeer gewoon niet de hele tijd met dezelfde decks te spelen als ik video's maak. Want dan kunnen jullie misschien wel eens een keer een deck overnemen. Ik hoopte eigenlijk dat hij gewoon heel veel elixir dropte daar naar de linkerkant. Waardoor we nu aan de rechterkant er voorbij kunnen. Op het DWZ dit in ieder geval. Komt hij met Viper, zoals niet zo best. Doe een Ice Spiritje hier zo voor de Valkyrie. Maar ik speel juist een beetje met verschillende decks. Om jullie misschien nieuwe deck ideeën te geven. Maar het is wel vaak Hogwider, Mortier of X-Bone. Ik gewoon een andere. Ah, Ballon kan ik trouwens ook wel spelen. Ballon, dat is een goeie. Maar meestal is het wel een van die. Want anders. Oh, hè? Ik ga gewoon dit vuurballen. Normaal gesproken heb ik misschien dit musketieren. Hè, waarom ging de Hogwider niet naar de knol? Misschien was ik echt een milliseconde te laat. Want dat is wel de placement waar de Hogwider meestal heen gaat. En dat dan beide torens op de Hogwider schieten. Laten wij eventjes voor de aanval kiezen. Nee, maar wat wil ik nou zeggen? Dat ik in ieder geval ballons ook wel leuk om te spelen. Maar ik wil sowieso eventjes kaartjes met deck spelen die jullie misschien ook hoog hebben. En waar jullie misschien dus iets aan hebben om dan gewoon het deck lekker over te nemen. We doen in ieder geval een hit op de toren. Dus dat is fijn. Zijn toren. Gaan even kijken hoe we deze musketier gaan aanpakken. Laten we dat gewoon lekker doen met skeletons. We hebben echt een dik level overschot. We gaan dit ook wel winnen hoor jongens. Niet, wees niet bang. Doe ik gewoon nu even er iets minder, iets voorzichtiger met mijn kanon zo. Als die met zijn Hogwider komt, ga ik wel weer eventjes zelf met mijn Hogwider komen. Gewoon even lekker de druk hoog te zetten. Nu heeft hij volgens mij geen tombstone. Nee, dat zien we hier heel duidelijk. Dat hij geen tombstone heeft. Droppen we nu de musketier aan deze kant voor zijn Valkyrie. En wacht ik nog steeds op zijn Hogwider die nog steeds niet komt. Gaan we nu even de Valkyrie beschermen met een Ice Golem. De Valkyrie, de musketier. Gaan we beschermen met een Ice Golem. Ga ik dit even pre... Ah nee, mis ik de toren. Slecht. Wou ik dit even pre-vuurballen, mis ik gewoon de toren. Terwijl het een helemaal niet zo moeilijke vuurbal zou zijn. Nou, doen we even de musketier weer in de back. En we blijven nu gewoon eventjes die defense opbouwen. Doen we gewoon precies zelf... Ik valt me op dat hij niet met zijn Hogwider komt. Dit precies hetzelfde. Oh, daar is de Hogwider. Noem ik eventjes zo. En dit zappen. Ja, top. Dan mist hij zijn vuurbal. Komen wij met onze Hogwider once again. Ga
gaan we dit eventjes vuurballen. Want die toren, of die vuurbal pakt die musketier easy. Het is een level 11 musketier. Dit is helemaal top. En er is ook een one shot voor die musketier, die Ice Spirit. Dit is helemaal mooi. Hij zegt good game. Dankjewel. Ik zeg gewoon heel aardig. Oh, wel played. Ja, dankjewel. En we hebben dit potje gewoon lekker gewonnen. Dan gaan we nog een potje spelen. En ik ben heel benieuwd tegen wie we nu komen. Blijf even bij dit deck. Omdat, nou weet je wat, we kunnen ook gewoon even een deck aanpassen. Ik bouw even heel snel een ballondekje. Dat lijkt me wel leuk. Bouw even heel snel een ballondek. Musketier wil ik misschien nog wel inhouden. Minions daarbij. Tesla vind ik altijd fijner met ballon. Nee. Kanon kan ook wel. Zo, dan doen we een Archer erbij. Voor dit. Doen we een Minertje erbij. Voor dit. En dan doen we nog een vuurbal erbij voor niks. Ik denk dat we geen vuurbal doen. Doen we arrows in plaats van Zap. Is dit een plan? Is dit een plan of is dit een plan? Nee, we doen toch Zap. We doen toch Zap. Is dit een plan? We gaan gewoon kijken. We gaan gewoon lekker kijken. Minor cycle met balloon. Dat lijkt me ballon minor cycle, zeg je dat eigenlijk zo. We gaan gewoon even kijken of dit werkt. Ik ben heel benieuwd. Ik heb wel even zin. We gaan even testen. We zien het allemaal wel. Het is echt een heel goedkoop, snel dekje. Dus het wordt misschien nog wel lastig voor op defense. Maar we gaan het gewoon eventjes allemaal zien. We moeten sowieso in de gaten houden wat zijn air defenses zijn. We hebben er al gelijk eentje te pakken. En dat is zijn Mega Minion. Beschermen we eventjes de Archer. Zodat we die Mega Minion kunnen killen. We kunnen in principe al komen met onze ballon. Maar ik denk niet dat het een heel verstandig plan is. Oh, ik heb die Miner wou ik op die Archer. Die gaat nu niet op de Archer. Doe even de minions hierbij op de... Oh nee, dan komen we nu net tegen... dan komen we nu net tegen de golem. Dat is niet zo heel chill met het deck, denk ik. We gaan even kijken. In ieder geval killen we die dingen. En dan gaan we voor de rest even niks meer doen op die ballon. We laten die ballon lekker één keer hitten. Of twee keer als hij nog iets... Of nul keer, wou ik zeggen. Als hij nog iets gebruikt. Wat best wel fijn is dat hij dat doet. Gaat die dit hier even heen. Doen we dit en dit om die Mega Minion te killen. Doen we de minions... Snel op die ballon, anders zijn we een beetje in de problemen. Snel. Even ballon, golem. Ja hoor, dit is helemaal prima verdedigd. Dit is helemaal prima verdedigd, weet je. Sterker nog, ik maak er gewoon lekker een aanval van. Met mijn miner. Dit ziet er helemaal mooi uit. Komt hij nu met zijn archers, denk ik. Nee, komt niet met zijn archers. Kijken of we dit kunnen zappen en even die archers kunnen killen allebei. Ja, dat kan net niet. Maar gelukkig gaat die andere archer naar de linkerkant, wat helemaal mooi is voor ons. Doen we eventjes de Ice Spirit hier. Oh, dit had ik niet verwacht. Dit had ik niet verwacht dat hij zelf een ballon had. Ballon Golem. Oké. Doen we eventjes de rustig de Archers. Zo, hier dan gaat wel zijn ballon hitten qua... bijna nog zelfs. Wel zijn ballon hitten qua bomb damage, maar niet qua echt een hit van de ballon. Een sterke hit van de ballon. Hij heeft dus Archers, Zap, Mega Minion. Dat zijn zijn kaarten voor onze ballon. Dus dat moeten wij weten. Dat weten we nu dus ook. En hij heeft dus nog een Tombstone om ons te lokken. Wat ik nu ga doen is dit en dit en dit. En gokken op de Archers hier. We gaan het eventjes zien. Hij heeft de Mega Minion. Hij doet de Mega Minion. Dan doen we eventjes snel de Ice Bird. Zo. Dan is die Mega Minion echt heel ver weg van die golem. Van die golem. Van de ballon. Ik ben echt haal de hele tijd dingen door elkaar. Van dit ballon. Wat voor ons dus heel chill is. Want dan pakken wij gewoon volledig die toren. Nu moeten wij oppassen voor zijn counter. Want dat kan meer dan gevaarlijk zijn. En ik denk ook gewoon dat dat heel gevaarlijk is. Dit ga ik gewoon eventjes zappen zo. Let's go. Doen we eventjes dit. Dan lokken we die golem meer naar achter. Oké, dit ziet er heel goed uit jongens. Dit ziet er perfect uit. We hebben dit prima verdedigd. We hebben dit meer dan prima verdedigd. Ik ben er best wel tevreden mee hoe we dit hebben verdedigd. Hij zegt wel plate. Ja, het is ook gewoon wel plate. We kunnen er niet echt iets anders van maken. Dan kan hij nu als enige nog een tombstone droppen. Die we nu... Oh, ah ja, weet je, ja, maakt het niet heel veel uit. Ik wist dat daar de tombstone kwam. Nou ja, maakt helemaal niet uit. We lopen het op het laatste beetje te kloten. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Dus wat ik al drie keer heb gezegd. Want we hebben dit potje gewoon lekker binnen. Ik dacht een beetje druk hoog houden. Misschien nog die toren pakken. Maar ja, dan moest die Mega Minion eerst wel dood. Maar ja, we hebben dit gewoon prima gedaan. Doe nog een allerlaatste potje met weer ballon cycle. Want ik vond het wel gezellig. We gaan gewoon lekker weer ballon cycle doen. Dan kijken hoe dit loopt. Komt tegen B uit de clan. 100% destruction. Het is een level 11 dit keer. Of een level 13 dit keer. Waarom heb ik de hele tijd dingen door elkaar? Level 13 dit keer. En gaan kijken of we deze level 13 kunnen aanpakken. Wat doet onze B? Onze B doet niet veel. Mie is in de back. Bietje, hallo. Hallo. Ga je nog wat inzetten? Dan kom ik bij mijn miner. Als je niks doet, nu moet je toch wel iets inzetten. Nog steeds niet. Krijgen we nu een free win? Ik hoop het niet. We krijgen voor mij gewoon een free win. Oké, nou ja, dan maak ik het heel snel af en doen we daarna nog een potje. Als dit echt een free win blijkt te zijn,
dan doe ik hierna nog een potje. Als hij nu iets doet, dan is dit het laatste potje. Want ik ben nu nog in de ochtend, kan ik nog wel even leuk vertellen. Het is nu ochtend voor mij, om precies te zijn 24 over 10. En ik moet zo naar de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daar moet ik dus straks heen. Dus ik heb niet al te veel tijd om een video te maken. Maar ik dacht, weet je wat, ik doe gewoon, ik sta iets eerder op. En dan maak ik even snel voordat ik wegga een video. Het zijn dus gewoon echt allemaal in de... Ik moet net gewoon de tijd die ik heb bij elkaar grijpen gewoon om een video te maken. Anders heb ik gewoon geen tijd. We doen nog één potje dus. Maar daarom wordt het ook geen 20 minuten video's. Want die heb ik gewoon niet echt tijd om nu nog te editen. Ik doe gewoon lekker 12-13 minuten video's. Die haal ik altijd wel om te editen. En dat duurt allemaal iets minder lang om ook te renderen. Waardoor ik het allemaal tijd heb om net nog online te gooien. Het is allemaal stressen. Maar het komt allemaal goed jongens. We doen even een ijsbeer. Het was een makkelijke win net. Jammer dus. Ik had liever gewoon even lekker leuk gespeeld. We doen even Archers in de back. En we gaan kijken of we deze level 12. Het was net level 13. Nu level 12 kunnen aanpakken. Ja, doe ik even de ice golem. We willen wel de druk hoog zetten met de deck. Maar ik blijf nu even rustig. De ice golem in de back. Zo. Gaan we we gaan ballon. We gaan ballon. We gaan zeker ballon. Want anders zijn we hier echt zwaar de lul. We hebben geen big spel. Dat is wel het probleem. En die, die wizard is gewoon echt heel vervelend. Die wizard is echt heel vervelend. En wij doen niet eens een, hit. We doen niet eens een hit. We doen letterlijk niet eens een hit. Met die ballon. We zitten nu wel echt in de problemen. Wat nu jammer is aan dit deck. Is dat het gewoon geen. Het heeft geen. Dat merk ik nu dus. Het heeft geen grote spel. Het heeft gewoon geen grote spel. Dus ik weet niet hoe we dit nu moeten doen. Zeker tegen zo'n wizard. Misschien is het toch wel fijn om een vuurbal erin te doen. Maar ja, welke kamer je dan weer weg doet? Misschien de ijsbeert. Ijsbeert voor vuurbal is misschien nog wel een optie. Maar we kunnen het alsnog winnen jongens. Niet stressen. Niet stressen. Mijn plan is nu een beetje aangepast. Ik ga nu iets hogere druk zetten met de ballon. Ik verwacht nu een wizard. Oh, zo'n Tesla. Oh, ze maken het ook niet makkelijk, hè. Ze maken het ook niet makkelijk. Ja, dan doen we dit en dit. En het enige chillen nu aan, wou ik net zeggen, aan deze push van hem, is dat hij geen air defense heeft. En een goeiemorgen air defense. Goeiemorgen air defense. Toren weg. Toren weg. Huh, we hebben wel een of andere meer 1000 damage gedaan via de linkerkant. Ik weet dan niet hoe dat is gekomen. Hebben we dan toch... Nee, we hebben nooit een hit kunnen doen. Ik weet niet hoe dat gekomen is. Maar in ieder geval, we hebben 1000 damage gedaan. Maar we staan wel gewoon dik achter. Laat ik nu eventjes iets andere manier spelen. Ik ga nu even de ballon iets meer hier doen. En dan gok ik op zo'n wizard. We gaan even kijken. Ja, kijk, dit is top. Dit is top. Dit is top. Dit is top. Dan zap ik dit eventjes. Zo, kop. Kill die wizard. Kill die wizard. Let's go, miner. Let's go, toren klaar. En we staan weer gelijk. Geen stress. Geen stress. Slechte Tesla. Mooie miner. En we staan gewoon weer gelijk. Oké, dan moeten we eventjes kijken of we dit gaan verdedigen. Of hoe we dit gaan verdedigen. Ik even de minions hierop. Doe ik even de Icebird hierop. Kop, kop, kop. Nee, slechte Icebird. Slechte Icebird. Dan doen wij eventjes een zap hierop. Zo. En dan gaan we nu mineren. Doen we er nog een Ice Golem bij. Doen we er nog ballon bij. Doen we er nog archers bij. Doen we er nog Icebird bij. Dit ziet er goed uit. Dit ziet er goed uit. Dit ziet er goed uit. Doe ik nog eventjes een minertje erbij. Zo, dit ziet er heel goed uit jongens. Ik zet dit eventjes. Hopelijk gaan ze op de gericht op de miner. Nee, het blijft op de ballon. Waardoor de ballon maar één hit doet. Dat is een beetje minder. Dan moet ik nu weer op defense. Dan moet ik nu weer op defense snel. Doe ik snel dit. Oh, Ice Golem. Ja hoor. Ice Golem. Killed. Oh, die wizard is zo irritant. Die wizard is zo irritant. En die kanon kan er gelukkig wel bij. Top. Kanon kan erbij. Oké, nice. We leven nog. Wat nu het plan is, is dit, dit en een kanon. Een kanon op de Tesla. Kanon op Tesla. Kanon op Tesla. Wat een gekkigheid. We gaan het zappen. We gaan het zappen. Let's go. Komen er doorheen. Nee, we komen er weer niet doorheen. We komen er weer niet doorheen. Maar we doen wel langzaam damage. Boom. We doen wel langzaam damage. Dit is best wel lachen, jongens. Dit is best wel lachen. We kunnen in principe... Ik doe even Archers aan deze ene kant. Als hij nu hoog een wizard gaat doen... We kunnen nu sneaken, jongens. We kunnen nu... Ik durf niet te sneaken. Ik durf... Ik ga sneaken, ik ga sneaken, ik ga sneaken, ik ga sneaken, ik ga sneaken. Ik ga sneaken. It's all or nothing. It's all or nothing. All or nothing. All or nothing. It is nothing. Nee, we gingen sneaken, we gingen sneaken. Maar het lukte niet. Ik zat op de risico. Misschien had ik nog wel één keer kunnen verdedigen. Ik dacht, weet je, ik ga gewoon sneaken. Ik maak het spannend. Niet gelukt, jongens. Ik hoop je genoten van de video. Zien we de volgende video. En tot dan, mensen.